عدد الرسل كبير منهم من قص علينا الرحمن فتعالوا نذكر أسماء وردت في قصص القرآن آدم نوحا إبراهيم إدريس وصالح أيوب يونس وسليمان شعيبا لوطا إسحاق ويعقوب موسى هارون وإلياس عيسى إسماعيل وهود. Assalamu alaikum, kids. Goed dat jullie er zijn weer. We moeten weer vaart maken met het nieuwe verhaal. Deel 2 van het verhaal van profeet Yusuf. Dus we waren gebleven bij het feit dat hij 2 dromen had uitgelegd van zijn medegevangenen. Nu was het zo dat de koning op een nacht een vreemde droom had. Hij droomde ook heel raar en zag dat 7 vette koeien, dikke koeien, werden opgegeten door 7 magere koeien. En hij droomde ook over 7 groene korenaren en 7 uitgedroogde korenaren. De koning vroeg zich af wat deze droom nou inhield, maar niemand was in staat om de droom uit te leggen. Toen herinnerde de wijnschenker zich Yusuf. Oh ja, dacht hij, ik zat met iemand in de gevangenis die dromen kan uitleggen. En hij werd door de koning gestuurd naar Yusuf om deze droom uit te leggen. Yusuf vertelde wat de dromen betekenden. En hij zei dat er 7 jaren zouden volgen waarin de mensen op dezelfde manier als altijd zouden zaaien. Yusuf adviseerde dat de mensen in deze jaren niet al hun voedsel moesten opeten, omdat er daarna 7 jaren zouden komen waarin de oogst heel weinig was. De mensen moesten daarin dus niet al hun voedsel opeten, omdat er 7 jaren zouden volgen waarin de oogst slecht zou zijn. Daarna zou er 1 jaar volgen waarin het weer goed zou regenen en de mensen weer een goede oogst zouden hebben. De koning was erg onder de indruk van de uitleg van Yusuf en hij wilde hem vrijlaten uit de gevangenis. Maar Yusuf die weigerde om zomaar uit de gevangenis te gaan. Want hij wilde eigenlijk eerst zeker weten dat iedereen wist dat hij eigenlijk onschuldig was. En dat hij niet achter de vrouw van El-Aziz zat, maar dat zij achter hem aanging. En de koning deed wat Yusuf vroeg. En hij ging naar de vrouwen toe en vroeg hun wat er jaren geleden gebeurd was met Yusuf. En uiteindelijk gaf iedereen toe, ook de vrouw van El-Aziz, dat Yusuf niet schuldig was en dat zij degene was die achter Yusuf aanging. Toen de koning dit hoorde, zei hij dat Yusuf naar hem toegebracht moest worden. Yusuf verliet de gevangenis en werd met open armen ontvangen door de koning. Hij was blij dat het na zoveel jaar eindelijk duidelijk was voor iedereen dat hij onschuldig was. En hij wist dat Allah uiteindelijk de waarheid zou laten zien. Yusuf alayhi salam werd aangesteld als de beheerder van het geld van het land. Daar waar het graan ook werd opgeslagen en verdeeld. Zo kon hij toezicht houden op het voedsel en het voedsel eerlijk onder de mensen verdelen. Want de 7 moeilijke jaren zouden aanbreken. In Egypte en de landen daaromheen heerste er hongersnood. De broers van Yusuf kwamen net als heel veel andere mensen naar Egypte toe om voedsel te halen. Yusuf herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Hij merkte op dat zijn jongste broertje niet met hen mee was. Hij gaf hun broers hun deel van het voedsel en zei daarna tegen hen dat zij de volgende keer hun broertje moesten meenemen. Yusuf maakte duidelijk dat als ze dit niet doen, ze geen voedsel meer zouden krijgen. De broers zeiden dat zij hiervoor eerst toestemming moesten vragen aan hun vader, Jacob. Ondertussen gaf Yusuf de opdracht aan zijn bediende om de spullen van zijn broers terug te plaatsen in hun tassen. Deze spullen hadden zij namelijk ingeleverd in ruil voor het voedsel. Toen de broers van Yusuf weer thuis kwamen, vertelden zij aan hun vader dat de beheerder van de opslagplaatsen gezegd had dat ze de volgende keer hun broertje moesten meenemen en dat ze anders geen voedsel zouden krijgen.
Maar Jacob wilde niet dat hun zoon met hun meeging, dat hun broertje met hun meeging, omdat hierdoor ook in het verleden Jozef kwijtgeraakt was. De broers van Jozef maakten hun tassen open en zagen dat hun spullen weer in hun tassen waren terechtgekomen. Ze waren daar verrast door. Ze smeekten hun vader nogmaals om hun broertje mee te laten komen, zodat ze opnieuw naar Egypte konden gaan om nog meer voedsel te halen. Jacob besloot toen toch maar wel om de jongste zoon weer mee te sturen, maar alleen als ze zouden zweren dat ze niet hetzelfde zouden laten gebeuren als wat met Jozef gebeurd was in het verleden. De broers van Jozef beloofden dit en keerden samen met hun kleinste broertje terug naar Jozef. Toen Jozef zijn broertje zag, nam hij hem apart en vertelde hem dat hij ook zijn broer is. En hij vertelde wat zijn broers in het verleden met hem hadden gedaan. Jozef wilde zijn broertje graag bij zich houden. En hij bedacht een plan om dit voor elkaar te krijgen. Hij stopte de drinkbeker van de koning in de tas van zijn broertje. Daarna werd er geroepen dat de drinkbeker van de koning kwijt was geraakt en misschien zelfs gestolen. En er werd duidelijk gemaakt dat iedereens tas gecontroleerd zou worden en bij wie de drinkbeker gevonden wordt, die moest in Egypte blijven. Jozef doorzocht de tassen van zijn broers en vond de drinkbeker toen, natuurlijk, in de tas van zijn kleine broertje. De broers van Jozef smeekten om hun broertje mee te laten komen met hun. Ze zeiden dat hun vader een oude man is en dat hij anders heel veel verdriet zal hebben als hun broertje niet mee terug naar huis zou komen. Ze stelden zelfs voor om te ruilen en zeiden: neem dan een van ons maar in de plaats. Maar Jozef weigerde dit. En de broers vertrokken, verbijsterd, terug naar huis. Ze vertelden hun vader wat er gebeurd was. Jacob werd hierdoor heel erg verdrietig. Maar tegelijkertijd had hij nog steeds heel veel vertrouwen in Allah. En zei: hopelijk zal Allah hun allemaal bij mij terug laten brengen. Daarmee bedoelt hij al zijn zoons. Daarna zei hij tegen zijn zoons dat ze op zoek moesten gaan naar Jozef en hun andere broertje. Ze gingen weer terug naar Egypte. En toen ze bij Jozef aankwamen, klaagden zij bij hem over hun slechte situatie. Ze hadden weinig spullen bij zich om voor voedsel in te ruilen. En ze smeekten hem om hun nog meer voedsel te geven. En op dat moment vertelde Jozef aan hun dat hij hun broer is. Zijn broers waren verbijsterd dat hij nog leefde en dat hij al die tijd hun steeds voedsel gaf, terwijl zij zulke slechte dingen met hem hadden gedaan. Jozef zei tegen zijn broers dat Allah hem had begunstigd en dat degene die Allah vreest en geduldig is, zeker door Allah beloond zullen worden. De broers van Jozef gaven toe dat ze een grote fout hadden gemaakt door hem in de put te gooien, maar Jozef vergaf hen. En vroeg zelfs aan Allah om hun te vergeven. Vervolgens gaf Jozef zijn eigen hemd aan zijn broers. En ze zeiden tegen hun dat ze dat hemd in het gezicht van hun vader moesten leggen. Want de vader, Jacob, was ondertussen blind geworden van verdriet. Omdat hij zijn zoons verloren had. 2 zoons al. En doordat hij zoveel verdriet had, waren zijn ogen blind geworden. Toen de broers bij hun vader aankwamen, rook hij, Jacob dus, de geur van het hemd van Jozef, al van een afstand. En toen de broers dit hemd in zijn gezicht wierpen, kon hij, subhanallah, weer zien. Wat een wonder van Allah. Hij was eerst blind geworden en door het ruiken van de geur van Jozef kon hij weer zien. Wat een wonder van Allah. Vervolgens gingen zij met het hele gezin, vader, moeder en alle 11 broers, terug naar Egypte, op zoek naar Jozef. Ze kwamen bij het paleis binnen en groetten Jozef. Hij was blij om zijn ouders weer te zien en omhelsde hen. En vervolgens knielde ieder familielid van hem voor hem neer. En op dat moment zei Jozef tegen zijn vader dat dit de uitleg was van zijn vroegere droom, toen hij 11 planeten
en de maan en de zon voor hem zag neerknielen. En hij zag dit toen als een teken wat uitgekomen was. Yusuf voelde zich heel gelukkig. Allah had hem alles gegeven wat hij maar wilde. En daarom bedankte hij Allah en smeekte hij hem om hem altijd op het rechte pad te houden, zodat hij als moslim zou sterven. Wat een prachtig verhaal weer, hè, kinderen. Een mooi verhaal uit het leven van profeet Yusuf alayhi salam, waarin we zoveel dingen hebben kunnen leren. En een van de dingen die er het meest uitspringen is vergiffenis. Dat je mensen vergeeft als ze iets fouts hebben gedaan bij jou. Wat het ook is. Je ziet dat Yusuf zo erg is aangedaan door zijn broers. Maar hij desondanks aan het einde ze toch allemaal vergeeft. En allemaal omhelst. En heel blij is om hun weer terug te zien. En van hun blijft houden. Dus vergiffenis is een heel belangrijk onderdeel in ons leven. Zodat we altijd vredig kunnen samenleven met iedereen. Tot het volgende verhaal, inshallah. Assalamu alaikum.